Al 30 uitwedstrijden op een rij heeft Telstar niet de nul gehouden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2019 uit bij Den Bosch. En ook in deze wedstrijd lukt het niet om de nul te houden achterin bij Telstar. Want het is al vrij rap. 1-0 voor Den Bosch. Junior van der Velde kopt hem raak in de 23e minuut. Den Bosch, de nummer 1 na laatst, wil sowieso niet laatste worden. En winst zou daarvoor kunnen zorgen. Een aanvallend Den Bosch komt op 2-0. Sebastiaan van Bakel maakt het af 5 minuten na het openingsdoelpunt. 3 keer op een rij werd er verloren van Telstar. Nog nooit gebeurde dat. 4 keer op een rij. En ze zijn goed op weg om dat in ieder geval niet te laten gebeuren in 2021. In de tweede helft is Den Bosch opnieuw de ploeg die aanvalt. En opnieuw de ploeg die scoort. Jis Horenkamp, de clubtopscorer, maakt er 3-0 van. Zijn 19e van het seizoen. In stadion De Vliet wordt het muziekje van de doelpunten veelvuldig gestart. 4 keer om precies te zijn, want hier komt de 4e, gemaakt door Sebastiaan van Bakel. Zijn 2e op aangeven van Jis Horenkamp. Telstar wilde het linker rijtje nog halen dit seizoen. Dat was nog een doelstelling. Maar die doelstelling kan de prullenbak in. Een eretreffer komt er nog wel voor de Witte Leeuwen in het zwart spelend. En de intikker van dichtbij is van Ilias Bronkhorst. 4-1, dat is de eindstand bij deze wedstrijd in De Vliet. De toekomst van Andries Jonker is nog onzeker bij Telstar. Maar Jack de Gier blijft in ieder geval nog wel een jaartje de trainer van Den Bosch. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen 2020.